Ja, dit is de vierde keer dat wij als Almelopers een bijeenkomst hebben gepland om geld wat wij in Almelo hebben verdiend door een prachtige doorkomst te organiseren voor de Europarun uit te mogen delen aan instanties die zich in Almelo en omstreken bezighouden met de palliatieve zorg voor kankerpatiënten, het doel waar de Europarun voor georganiseerd wordt. Wat is de Europarun? Ja, de Europarun. De langste, zeg maar, non-stop estafetteloop van in ons geval Hamburg naar Rotterdam. Een absoluut uniek evenement waarbij elk team met 8 lopers een afstand van 570 kilometer overbrugt. En afhankelijk van de snelheid die teams lopen, doen ze daar tussen de 35 en 52 uur over. Met deze sportieve prestatie brengen Europarunners geld bijeen voor patiënten met kanker. Het is een avontuur, topsport, het geeft teamgeest en al die dingen ontmoeten elkaar in de Europarun. De tweede instelling die ik graag naar voren wil hebben is Evenmens. Ja, ja. Kom maar goed. Ja, ik kan zeggen dat daarmee de Almelopers zijn al een aantal jaren als vrijwilligers betrokken bij die Almelo Allee en met name bij het hardloopevenement. Er is ons de vraag gesteld van kunnen we dat niet wat institutionaliseren, dat we zeker weten dat die Almelopers de komende jaren blijven helpen bij die Almelo Allee. En daar hebben wij binnen ons bestuur hebben we daarover gesproken en uiteindelijk gezegd van ja, nou dat doel en met name ook het ligt zo dicht bij datgene wat de Almelopers doen, dat zou gecombineerd moeten kunnen worden. Alle deelnemers die bij ons meedoen, daar gaat ook weer een stukje van de opbrengst gaat naar het goede doel. Het kankerinloophuis. Oké, okay, ja, het is inderdaad zo dat... Het verhaal wat ik ga vertellen is vooral ook een hulde aan al die Almelopers, waarvan we net in de video hebben gezien dat ze in regen en zonneschijn en dag en nacht dat lange eind van Hamburg naar Rotterdam lopen en op doortocht door ons eigen Almelo komen. En een van die Almelopers mag ik persoonlijk toespreken, en dat bent u, meneer Kamphuis. Om u de Almelo-speld toe te kennen vanwege alle verdiensten die u voor de Stichting Almelopers heeft gehad, voor de Europarun, maar vooral ook voor onze mooie stad. Ik wil u die speld graag uitreiken. Thank you.